Het is alweer 8 jaar geleden dat wij een stevige, lekkere Battlefield zagen. En dat was Battlefield 4. Nu, 8 jaar later, na Battlefield 1 en 5, is het dan eigenlijk tijd voor hopelijk de nieuwe glorietijden van Battlefield. In de vorm van Battlefield 2042. En daar heb ik het niet alleen over. Dat doe ik natuurlijk met veteraan en groot Battlefield 3 en 4 liefhebber Boris. Yay. En ik denk eigenlijk ook wel groot Battlefield 3 en 4 liefhebber Koos. Dat weet ik wel zeker. Je denkt? Ja, ik wou dat zeggen. What the fuck, dude? Nou ja, ik, één ding is zeker. Als ik er één iemand altijd over hoor, dan is het Boris. Ja. En dan hoor ik ook altijd hoor ik jou zeggen Battlefield, want 4 was jouw favoriet, toch? 4 is mijn favoriet. Ja, omdat het de eerste was die op console was. Misschien was 3 wel drie, net zo drie goed, was ook maar console? Niet op console. Ja, maar die was niet zo goed op console. Ah, oké. Die was wel op console, maar niet zo goed. Ik vond hem hartstikke goed op console. Ja, maar had maar, volgens mij kon je maar 16 man online of iets anders. En dat was bij de spelers. Ja, bij Battlefield 4 had je voor het eerst dat je dus inderdaad die 128 spelers... Op PC. Dat, op PC, maar ook op consoles, volgens mij. Dat was 64. Oh, 64. Ja. Maar goed, in ieder geval voelde dat goed. En ja man, dat was een epische game. En dat is alweer 8 jaar geleden. 8 jaar geleden? Kan ik jou er wel nog even aan herinneren het feit dat de begindagen van Battlefield 4 alles behalve soepel verliepen? Zo, dat heeft een half jaar geduurd, een goed half jaar geduurd voordat het überhaupt werkte. Ja, nou laat dat alsjeblieft geen voorbode zijn voor 2042. Daar gaan we het dan nu een beetje over hebben. Daar gaan we het nu een beetje over hebben. Want, hoort bij Battlefield release, hè? Het hoort zeker bij Battlefield release. We zijn nu bij Battlefield 2042. Het bekende concept. Ze zijn weer, tenminste, dit is meer Battlefield 4 dan de afgelopen 2 delen waren. Die probeerden iets anders te doen. In mijn ogen op een heel verkeerde manier door het veel te casual te maken. En minder Battlefield als in progressie, als in squad play, als in map design. Mm-hmm. En ik krijg het idee dat ze hiermee in ieder geval, of het idee, dat is wel heel duidelijk, dat ze hiermee proberen het gevoel en de vibe en de stijl van Battlefield 4 terug te pakken. En dan met een klein sprongetje naar de toekomst. Doen ze dat goed? Dat is een beetje de grote vraag. Want alles in deze game ga je vergelijken, wat mij betreft, met Battlefield 4. En in zekere zin 3 ook wel. Ja, is dat niet hoe zal ik het zeggen? Voorbode voor iets heel... Voor ellende? Voor ellende, ja. Ik denk het wel, want heel veel dingen, en daar gaan we het uitgebreid over hebben, bij heel veel elementen die je mist, heb ik zoiets van, waarom de fuck heb je het eruit gesloopt? En bij heel veel elementen die ze hebben toegevoegd, had ik zoiets van, fijn dat je het hebt toegevoegd. Of misschien niet fijn dat je het hebt toegevoegd. Maar nog steeds mis ik bepaalde basale elementen die, waarvan ik doe zoiets je op heb een van, scoreboard? Nou, oké, laten we ze even doorlopen. Er is geen scorebord. Ja. Dit is een soort van, oké, we hebben te maken met snowflakes die er niet tegen kunnen dat zij misschien onderaan eindigen. Want wie weet ziet iemand hoeveel keer je gekild bent en dan krijg je what the fuck noob in de chat te horen of zo. Denk je dat de reden is? Dat is iets van de laatste 3 jaar al. Maar heeft DICE iets over gezegd? Ja, dat is tegen toxicity. Ja, het is letterlijk tegen toxicity. Christus. En het is iets van de laatste paar jaar. Eerst had je natuurlijk altijd het bekende KD, hè, kills versus deaths. Toen kreeg je al KDA, dan werden je assist meegetild. Oftewel, je KD werd een beetje geboost omdat je assist werd meegeteld. En dan was het zo van, oh ja, ik heb 1.8. Normaal had ik altijd 0.8. Zo'n soort van klein stapje in die richting. En nou is het al zo dat ze het scorebord er hebben uitgesloten. Ja. Dat je niet kan zien hoe vaak je gekild bent, hoe vaak je gekild hebt. Dat zie je wel trouwens. Je kan in een match gewoon wel een scorebord, maar dan alleen van jouw squad erbij pakken. Dus dan zie je hoe jouw squad het doet. Dan? Mag ik daar wat over zeggen? Ik vind het zo krankzinnig. Echt zo krankzinnig dat het er niet in zit. Dit is een competitieve shooter. Mm-hmm. Bestaat al heel erg lang. Als er iets hoort te bestaan bij een competitieve shooter, is het natuurlijk het braggen en boosten. Weet je wel? Waarom stop je er vele, vele, vele uren in en hone je skills en ga je alle guns af om te kijken welke perfect bij jou past, omdat jij die fucking top dog wil zijn die bovenaan de leaderboard staat. Ik kan er echt met mijn kop niet bij. Mm-hmm. Ja. Nee, ik heb hetzelfde. Ik denk bij dit soort games ook. Ik heb de laatste tijd het gevoel, of de laatste 3 delen van Battlefield het gevoel dat DICE niet snapt waarom Battlefield ooit een populaire serie was. En dat dit is alleen maar weer zo'n soort voorbeeld. Weet je, niet begrijpen dat er een competitief element zit in een massive online shooter. Ja.
ja, als je dat niet begrijpt, wat doe je dan in deze space? Weet je, ik bedoel, oké, als je niet een scorebord laat zien, laat een winnaar zien, laat zien wie het goed heeft gedaan. En hier gaat het alleen maar om de team effort. Mm-hmm. De dubbele is dat ik weet eigenlijk bij deze review niet zo goed waar ik moet beginnen. Eigenlijk omdat ik niet zo goed weet waarom deze game überhaupt gemaakt is. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom we hier zitten. En weet je, jij zei van, nou, er komt een nieuwe Battlefield. En we gaan een review opnemen en met z'n drieën. En moet persen met z'n drieën en het ding. En weet je, ik heb die game gespeeld, ik denk een week. En ik begrijp gewoon niet zo goed waarom we dit aan het doen zijn. Ik begrijp heel goed waarom we dit aan het doen zijn. En dat is vooral omdat DICE probeert terug te grijpen naar die gloriedagen. En dat zie je ook heel erg in wat ze geprobeerd hebben neer te zetten. Ik zeg niet dat het ze gelukt is. Want de meest basale dingen als een scorebord wat mist. Maar het gaat nog veel fundamenteler mis dan alleen het scorebord. Nou ja, je hebt geen serverbrowser. Ja. Je hebt geen optie om je squad te kiezen in game. Je wordt gewoon ingedeeld en dat is het. Je zei van, ja, je ziet niet aan het einde van de match hoe goed iemand het heeft gedaan. Nou, je krijgt soms de meest random stats krijg je te zien. Heb ik 2 seconden in een vehicle gezeten, staat er 1 passenger assist. Terwijl ik heel erg mijn best heb gedaan om iedereen van ammo te voorzien. Of zo. Ja, zeg maar wat. Dat is een beetje dan iets aparts. Dat is apart raar, maar het maakt verder niet uit. Je kan dus geen squad kiezen. Je kan geen server kiezen. Ik vind het map design... Wacht even, voordat we losgaan op map design. Want je noemde echt een aantal basisdingen. Ja, okay. Die gewoon in heb jij nog game meer basisdingen? Zitten. Ja, er zit geen voice chat in de game. Ja, maar dat wordt nog toegevoegd. Dat is godzijdank. Ja, hallo. Doe even normaal. Daar ga je toch niet zomaar overheen stappen? De Zeker game niet. Is uit. Mensen hebben 100 piek betaald voor de Ultimate Edition om hem eerder te mogen spelen. Mm-hmm. Die hebben 100 piek van hun zuurverdiende geld uitgegeven voor een game die dus kennelijk wederom niet af is. Hoe heb je geen voice chat in een squad-based competitieve shooter? Ja. Leg hem uit. Maar ik vind dat fucking insane. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat valt nog te omzeilen als je allemaal op hetzelfde platform zit. Stel je voor dat je allemaal Xbox hebt, Discord, PC. Ja. Weet je, op Xbox heb je een party chat. Dat kan op PlayStation ook natuurlijk. Daar kun je dat op zich wel mee omzeilen. Mm-hmm. Dat is op zich oké. Het wordt natuurlijk onmogelijk op het moment dat je niet allemaal op hetzelfde platform zit. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij ondersteunt Battlefield wel crossplay. Next-gens met de PC en dan de old-gens met elkaar. Okay. Maar Boris, probeer maar eens Hazard Zone te spelen in je eentje. Dat je in een squad wordt ingedeeld die niet je vrienden zijn. Nee, die game mode is onspeelbaar. Ja, maar dat is dus ook een beetje dat ik dit... Ik probeerde tot me door te laten dringen wat dit nou voor product was. Weet je? Dus ik had zoiets van, oké, stel je voor, je koopt een full-priced game. Wat krijg je dan? Nou, je krijgt een conquest mode en je krijgt nog een paar andere modes. Ja. En het is... Ja, conquest en breakthrough, dat is de basis van Battlefield 2042 in ieder geval. Nou, laten we het over conquest. Ik vind conquest, dat is eigenlijk wat Battlefield definieert. Omdat het zijn grote maps met vehicles en toestanden. En weet wat je hierover ziet is een map uit Portal. Dus dat is net wat anders. Dat is een andere, inderdaad. En het hele ding was natuurlijk het veroveren van die punten. En hoe meer punten je hebt, des te meer punten er bij de vijand afgaan of bij de tegenstanders afgaan. En zodoende uiteindelijk komt er een winnaar uit de bus. En heb je dat met z'n allen gedaan. Nou, leuk en aardig. Waarom speel je dat? Waarom doe je dat? Weet je, dus in Battlefield 4, wat dus nogmaals in mijn ogen een voorbeeld is van hoe het moet. Ja. De reden dat je speelde was om je wapens te levelen. Mm-hmm. Dus je levelt je personage. Ja, dat zijn twee aparte progressies. Ja, inderdaad. Het is gewoon tof om een of ander krankzinnig level te hebben en gewoon dat je overduidelijk laat zien van dit is een guy die doet het, die speelt het non-stop al 2 jaar of 10 jaar, god weet hoe lang. Maar die is krankzinnig geleveld. En die heeft bijvoorbeeld, die is krankzinnig goed in engineer zijn. Daardoor zie je dat zijn engineer level, los van zijn basis level, ook heel goed is. Ja, en dat is overigens niet iets wat je terugziet in de gameplay. Het is gewoon puur boosten. Weet je, het is gewoon laten zien van je bent aan het opscheppen, want kijk eens even wat ik heb. Nou, daarnaast, als je XP haalt bij missies bijvoorbeeld, dat je punten veroverd of kills maakt. Of ribbons krijgt, whatever. Medals. Daarom, je levelt door en je levelt dus ook de wapens die je hebt. Dus als je kill maakt met een bepaald wapen, nou dan krijg je op een gegeven moment een geluidsdemper of een andere scope erop, of weet ik veel, een grip. Allemaal dat soort shit.
En dat waren altijd echt wel per wapen echt een goede 20, 25, zo niet 30 opties. Ja, en als er dan een bepaald wapen een bepaald niveau had behaald, dan kreeg je een ander wapen, had je dan vrijgespeeld en dan kon je weer opnieuw beginnen met kills maken. En nou goed. Binnen een specifieke klasse moet er ook bijgezet worden. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Nou goed, dus dat was hartstikke tof, want daarmee, wat je daarmee dus had, is dat je dus automatisch de incentive had om gewoon als een gek die game te gaan spelen en die wapens te gaan levelen en ja, gewoon te gaan proberen van wat is je favoriete wapen. Dus dat is gewoon een heel erg leuk soort van level-up systeem in. Ja. Waar ik persoonlijk ontzettend enthousiast van werd. En zeker. Echt de reden is dat ik die game jarenlang gespeeld heb. Ja. En om heel eerlijk te zijn, de reden dat ik gestopt mee ben op een gegeven moment is Warzone geweest. Waar ook een dergelijk systeem eigenlijk in zat. In het begin was het even wennen. Maar al vrij snel had ik het idee van ja, dat is tof. Daarentegen de Battlefield 1 en later Battlefield 5 en die, hoe heet die andere crap? Er zat nog iets tussen, maar die games, die lieten het allemaal liggen. Dus ik kon mijn shooter fix niet meer halen uit al die games. En Battlefield 4, op een gegeven moment had ik me gewoon, het voelde als uitgespeeld. Ik had alles geleveld, het was gewoon klaar. Ja. En nou goed, dus ik was wel met die verwachting hieraan begonnen. En omdat je zo dacht van, oké, ze gaan Battlefield 4 namaken in een iets moderne. Nou, het was meer ook de hoop. Ik weet al dat ze het niet meer kunnen, want anders hadden ze het wel in Battlefield 5 en Battlefield 1 gedaan. En daarin is het niet gebeurd, dus waarom zouden ze het nu wel doen? Nou, en daarin, tuurlijk. Omdat ze er naar hinten, Boris. Omdat ze er heel erg hard naar hinten. En ik begrijp dat ook wel. En heel even voor de duidelijkheid, want ik voorzie de mensen al. Waarom beoordeel je op wat het niet is in plaats van wat het wel is? Ja. Kijk, Battlefield 4 is de Holy Grail. Mm-hmm. Voor ons in ieder geval. En ik denk voor heel veel mensen met ons. Want kijk maar naar de servers die nog steeds live zijn van die game. Van inmiddels 8 jaar oud, zoals Daan al zegt. Weet je, voor ons is dat de Holy Grail. En wanneer je als bedrijf dat al hebt gehad, waarom probeer je... EA ligt zo vaak onder scrutiny dat ze met te weinig vernieuwing komen. En dan zijn het altijd kutdingetjes. En hier, weet je, het bestaat al. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. En toch wordt dit elke keer rigoureus aan de kant gezet. En wordt er een nieuw systeem geïmplementeerd. Ja. Een van de dingen die ik echt verschrikkelijk bijvoorbeeld vind, en dat lijkt misschien een klein iets, is dat vehicles spawnen niet op de map. Alleen de hele kleine vehicles die niet zo heel erg boeiend zijn, die staan gewoon verspreid op de map. De rest moet je inspawnen vanuit het menu. Eén, wat het kutte daarvan is al, wil je daar gebruik van maken, dan moet je doodgaan. Wat al kennelijk, wat al een debiel idee is natuurlijk. Of je kan ze inroepen. Maar dat neemt dat die hele chaos, die only in Battlefield shit, neemt dat weg. Want het mooie was juist dat je af en toe van A naar B, naar C, naar D rent. En dat doe je met je squad. En vervolgens kom je aan bij B. En je zegt, guys, er staat een chopper. En je remt met z'n allen naar die chopper. En je gaat naar een andere. Dat is weg. Dat zit er gewoon niet meer in. Ja, ja nee, maar dat is... ik weet waarom ze het weg hebben gehad. Daar waren ze vrij open over. En dat begon eigenlijk... Eigenlijk begon het al in Battlefield 4. Want daar had je dat met die straaljagers. In Battlefield 3 stonden de straaljagers nog gewoon op een startbaan waar je naartoe kon lopen. Ja. In Battlefield 4 moest je daar insponnen. Alle andere vehicles, choppers, tanks en weet ik wat, stond gewoon in de map. Ja. Ik vond het al kut met die straaljagers, weet je. Dat was in Battlefield 4 al eigenlijk niet goed. En toen kreeg je dus Battlefield 1 en daarin was het nog erger, weet je. Alle vliegtuigen. Daar waren vehicles gewoon power-ups. Ja, precies, inderdaad. Ja. En dat en de reden dat ze dat gedaan hebben, dat zeiden ze zelf ook, is omdat die choppers bijvoorbeeld, die werden gewoon als een soort van teleport gebruikt. En die gooien ze gewoon neer. Ze stappen in, weg en als ze ergens zijn waar ze moeten zijn, springen ze gewoon eruit en de chopper is kapot. Precies. En ik snap dat. Ik vind dat een goede uitleg. Behalve dat de oplossing kutter is dan het probleem zelf. Precies. Ze hebben een nieuw probleem gecreëerd door dat te doen. Want de vraag is, hoe erg is het dat iemand die chopper op die manier gebruikt? Dat is pas erg als er meerdere mensen in die chopper zitten. En hoe komen die mensen... Dus wat je dus krijgt is dat jij spawnt in een chopper. Die vliegt ergens. Op een gegeven moment springt de piloot eruit. Die zegt verder niks. Die is gewoon pleiten. En jij zit in een chopper die neerstort. Die aan neerstort is. Dat is kut. Maar waar komt dat probleem door? Doordat je fucking in een chopper spawnt. Ja. Weet je? Ik bedoel, wanneer heb je dat probleem niet als je gewoon in een chopper gaat zitten,
waar een piloot in zit die het gevoel heeft dat hij daadwerkelijk wat meer is dan alleen een spawn point. En geloof maar, die mensen bestaan. Natuurlijk. En dat, trouwens, het probleem is dus nog steeds niet opgelost. Hè? Want mensen spawnen gewoon nu in een helikopter. Ja. En die droppen hem ook bij de eerste de beste basis waar ze willen zijn. Precies. Dus alles wat er tof is aan een helikopter is eruit gehaald. En alles wat er kut aan was, dat zit er nog steeds in. Ja. Dus en ik weet het niet, maar dat is toch gewoon slecht game design. Wat wil je daar nou nog meer van maken? Dat is gewoon slecht. Nou ja, zo is er wel meer wat minder. Ik bedoel, de bugs daar gelaten, want die zijn er ook meer dan genoeg. Ja. Maar als ik dan even kijk naar Battlefield 4, wat jij zegt, dat progressie. Ja. Ik mis heel erg dat de klasses enigszins gescheiden zijn. Ja. Weet je, ze hadden altijd die klasses. Dat was medic, assault, engineer en scout. Daar hebben ze nu een laag bovenop gegooid in de vorm van operators. Ja. Nou, daardoor krijg je de grootste eenheidsworst die er bestaat. Want iedereen in de hele wereld loopt met die guy rond met veel te veel armor. Dat is Irish notabene. En daar erger ik me kapot aan. Want waar je normaal gesproken 4 kogels over iemand doet, doe je er nu 2 keer zoveel over. Ja, en daardoor is hij altijd in het fucking voordeel. Ja. Grappig wat betreft die operators. De meest linker dame, ik ben de naam even kwijt. Maar die heeft schijnbaar een hitbox die niet helemaal correct is. Waardoor zij letterlijk bijna onraakbaar is. De dame die je nu net niet ziet omdat ze van het beeld afvalt, omdat mijn pipje ervoor zit. Die heeft dan weer, ja, die zag er heel snel rechts onderin. Die heeft dan weer een hitbox die groter is dan de lichaam. Jezus. Dus zelfs als je net naast ze schiet, dan weet je haar te raken. Dus dat zijn wel fixbare dingen. Maar even kijkend naar de operators. Ik vind het raar dat je gasten met een predefined gezicht en een bepaald karakter schijnbaar, hè? Want de ene gast is en die heeft een buff guy met een schild en werk van wat allemaal. Dat je dat gaat doen in een game waarin je eigenlijk 128 generieke motherfuckers met wel hun eigen skills en eigen klasse en eigen ding wil hebben. Ik wil gewoon een of andere generic dude of chick die toevallig, hè, oké, ik wil een sentry gun guy zijn, dus ik wil die sentry gun class hebben. Vervolgens, wat je nu krijgt, is dus dat iedereen met hetzelfde poppetje rondloopt. Ja. Hè, dat is natuurlijk heel erg om de verkoop van skins waarschijnlijk een beetje te boosten. Dat op die manier iedereen er anders uitziet. Zoals dat in Call of Duty gebeurt. Neem niet weg dat het hele idee van die operators ervoor zorgt dat je niet meer echt een soort van class-based squad plays krijgt. Want wat er gebeurt is, oké, iedereen gebruikt zijn eigen ding en die doet dat voor zichzelf. Ik bedoel, je doet het niet echt voor het team als jij een grappling hook hebt. Je doet het niet echt voor een team als je zelf meer schild hebt of dat soort dingen. Ze zijn wel toe te passen op voor squad plays. Maar dat hele afgebakende medic, scout, engineer en assault, dat was zo lekker. Want er was maar één klasse die jou van ammo kon voorzien. Er was maar één klasse die jou kon met een syringe kon reviven. Dat heb je nu niet. Maar iedereen kan alles zijn. Ja, dit is spreadsheet manager shit, weet je wel. Dat is gewoon niet overtuigd zijn van je eigen gameconcept, kennelijk. Want nogmaals, volgens ons hadden ze de Holy Grail al. Ja. Dit is gewoon van, oké, jongens, we zitten in een hele moeilijke tijd met Battlefield. Iedereen vindt het kut. Battlefield 1, Battlefield 5. We moeten weer terug naar die goede oude tijd, door Battlefield heer en meester was in het shooter domein. Oké. Laten we eens analyseren in de markt. Wat is er op dit moment populair? Ja, vrijheid. Overwatch is populair. Valorant is populair. Wat hebben die games met elkaar gemeen? Oh, Heroes. Dat moeten wij ook hebben. Weet je wel? En het past zo niet bij de sandbox die Battlefield is. Krankzinnig weer. Terwijl, maar dat was al Battlefield 1, was dat al zo. Hè? Daar had je al die Heroes eigenlijk. Ja, maar daar waren het ook weer power-ups. Dus ja, maar die waren tijdelijk. Ja, ja. Was je tijdelijk dan zo'n guy. Ja. Maar ik dat hele concept vind ik prima. Dat er een soort van laag bovenop die vier klasses is. Prima. Geef mij de keuze om inderdaad een van die gadgets die zij hebben, of een van die voordelen die zij hebben, te kiezen. Maar door het niet zo afgebakend te maken als dat het was, krijg je eigenlijk dus van, oké, nou, ten eerste al, iedereen kan iedereen reviven. Gebeurt niet, want ga er maar niet vanuit dat jou op jouw squad na, dat jouw teammaten uit jouw 64-mans team, dat ook maar iemand jou komt reviven. Want 9 van de 10 keer staat er 10 man te schieten. Naast mij lig ik op de grond, lig ik daar te sterven. Help me, help me! Gebeurde bij Battlefield 1 gebeurde dat nog wel. Dat is bizar. Daar werd nog gerevived. Maar daar werd je ook gewoon beloond als je revived. Ja, weet je, ik kan me niet heugen dat ik in Battlefield 4 niemand revived. Ja, inderdaad. Maar Battlefield 4, als je kijkt naar Operation Metro. Ja. Het enige wat ik aan het doen was
Punten. Ja. XP voor die klas, want hè, dat was lekker. Ja. Hier en nogmaals dan, wederom, dat was een probleem, weet je wel. Dat fucking spammen met de revive button. Maar dat is nog steeds beter dan wat het nu is. Dus ze komen elke keer met de oplossing. Ja. Die kutter is dan het probleem zelf. Ik snap het niet. Maar wat je dus nu krijgt, is bijvoorbeeld, je hebt een scout. Oké, dat is over het algemeen ben je dan een sniper. Ja. Waar het niet, dat die scout ook gewoon dodelijk met een assault rifle kon rondlopen. Ja. Of met, weet ik veel, wat elke ander wapen wat je normaal gesproken... Hè, want de engineer die had altijd iets meer... Het zat net tussen assault en SMG-wapens in die ze daar hadden. En dan had je altijd nog een pool van wapens die open waren voor elke klasse. Die speelde je dan vrij als je levelde. Maar jij was met je engineer aan het spelen, omdat jij engineer-wapens wilde vrijspelen en engineer-gadgets. Want hè, jij als engineer ging met tankmijnen rondlopen en met RPG's rondlopen, zodat jouw medic-guy gedekt kon worden wanneer die werd aangevallen door een tank. Ja. Zodat jouw scout-guy vanuit de heuvels kon sniperen, maar niet ongelimiteerd ammo had, omdat hij een ammo-pouch had. Nee, dat kan nu allemaal wel. Weet je, ik kan rustig in de berg gaan liggen met een sniper en ondertussen een ammo pouch meenemen, omdat ik die zelf voor mezelf kan neerdroppen. En als tweede wapen kan ik ook nog eens een RPG gebruiken als ik wil. Ja. Het is zo'n soort van... Door mensen die vrijheid te geven, haal je juist het hele idee van die team-based. Maar het is geen vrijheid. Keuzes. Dat is het bizarre. Het is geen vrijheid. Het is wel vrijheid, want je kan letterlijk alles kiezen. Ja, behalve dat het creëert geen vrijheid in die gameplay. Dus waar je, eigenlijk wat van de problemen die jullie schetsten, die je had vroeger. Bijvoorbeeld dat je punten kreeg voor bepaald gedrag. Ja. Je kreeg zoveel punten voor allerlei soorten gedrag. Ja. Dat je dus eigenlijk iedereen kon een beetje zelf uitzoeken wat hij moest doen. Nou ja, als jij ammo gaf, kreeg je daar punten voor. Ja, als jij iemand revived, kreeg je daar punten voor. En dat, en nu je dat allemaal niet meer hebt, merk je dus van oké, wat zijn nog wel de beloningen die je krijgt in die game? Kills maken. Ja. Waardoor al het andere wegvalt. En het bizarre is dat juist Conquest mode ging niet over kills maken. Het ging over points capture. Precies. Ja. Het ging om domineren. En dat doe je samen. En dat doe je dus door teamplay. Ja. Ik heb nu het gevoel dat je letterlijk met 64 soort van egoïsten in een map rondloopt. Maar sterker nog, ik heb zelfs het gevoel dat als je een point captured, dat het niet voelt zoals capture voelt. Ja. Het is heel weird, maar bij die vorige games, als je dan zo op zo'n punt stond, dan zag je dat klokje, zag je gaan. Je wist, ik ben er bijna, het ging wat harder. Je was echt aan het afdwingen. Je was echt aan het afdwingen, weet je. En nu, het is wat abstracter allemaal. Het is ook een beetje de grafische stijl van die game. Maar het is voor mij een voorbeeld van dat alles wat hierin zit, wat al eerder is gedaan in oude games, voelt minder, omdat ze gewoon qua stijlkeuze iets anders hebben gedaan. Het werkt minder, de beloning is anders, de dynamiek is anders. Het is gewoon allemaal minder. Dat neemt overigens niet weg dat ik er wel nog lol mee heb gehad. Hoor, trouwens. Oh ja? Ja, er is echt meer dan genoeg aan te merken op alles. En ik ben nog lang niet uitgepraat over wat erop aan te merken is. Maar even tussendoor. Zullen we het even over de graphics hebben? Ja, is goed. Ik heb hem gespeeld op de Xbox Series X. Iemand die hier gecaptured heeft dat overduidelijk op een PC gedaan. Ja. Ik kan je vertellen, de Xbox Series X versie van Battlefield 2042 is lelijker dan Battlefield 4 op de Xbox Series X. Die game, het spijt me dat ik het zo zeg, maar die game ziet er niet uit op next-gen consoles. Doffig? Weet ik het. Gewoon kut. Gewoon zieloos. Lege maps voelt het. Het voelt er gewoon low-res. Het ziet er low-res uit. Het is gewoon niet mooi. Okay. En die PC-versie vind ik wel mooi. Het is de enige mooie versie van die game. Ja, ik heb geen problemen met de PC-versie. Daar waar ik heel veel andere mensen... Die hadden een van de DirectX-problemen, wat je niet direct kan oplossen, maar waar je echt in een bestand in je installatiemap moet zijn om dat op te lossen. Andere dingen die je ook via dan weer op kan lossen, maar niet... Daan, ik denk dat het is opgelost. Want zoals je weet, ik had echt heel veel PC-performance issues. Ja. Gek genoeg, bij de close beta had ik dat helemaal niet. Echt helemaal niet. Dat draaide echt fantastisch. Toen had ik het review evenement. Dat draaide echt niet op mijn PC. Bijna op het punt dat het onspeelbaar werd. Ik ben daarna naar PlayStation 5 gegaan. Daar draaide die best wel oké. Zag er ook wel oké uit, vond ik. Maar er is nu een Nvidia GeForce driver echt gisteren gedropt. Ja, klopt. Specifiek voor Battlefield. En daardoor zijn mijn problemen in ieder geval verholpen. Oké. Nou, ik heb vanaf het begin al geen problemen gehad. Dus geen klachten aan mijn kant. Maar neemt die weg dat ik echt
veel problemen van mensen hoor die op een of andere manier hun FPS niet in orde krijgen. Ja. Om wat voor reden dan ook, met de juiste hardware gewoon niet meer dan 40, 50 FPS aan kunnen tikken. Ze zeggen toch ook, zonder hem op Battlefield 2042 FPS. Ja, 20 tot 42. Ja. Maar dat is... Ik vind het op zich wel een mooie game. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik had het gevoel dat Battlefield 4 wat meer glans had. Dat hier nogal veel doffigheid in zit. Kan er ook aan liggen dat ik raytracing heb uitgezet. Niet dat in Battlefield 4 wel. Nou, ik vond het wat bestemder in Battlefield 4. Dus je had dan bijvoorbeeld echt van die tropische maps. Weet je? Of het was een beetje duidelijk wat het onderwerp van een map was. En in deze game heb ik juist het idee dat een beetje... Weet je, hebt dan vaak zo'n object waar het een beetje om draait. Dat is dan een toren die kan opvallen. Ja, in dit geval het Colossus schip. Ja, inderdaad. Dat is leuk. Maar kijk nou hoe leeg dit is. Er is ook niet zo veel te doen of zo. Het voelt niet... Laat ik zo zeggen, in Battlefield 4 had je bij de meeste maps had je een bepaalde manier waarop je die map moest spelen. En als je het een paar keer deed, dan snapte je het. Dan wist je ongeveer wat de plekken waren. Je had hele specifieke lanes, als het ware, waardoor je doorheen ging. Ja. En weet je waardoor dat komt, guys? Kijk, en dat is precies toen ik zei, toen Battlefield werd aangekondigd, toen bliezen ze heel hoog van de toren. 128 players. En iedereen stond te juichen. Mm-hmm. En ik zei... Jongens, daar ga je op terugkomen. 128 players is echt niet toffer dan 64. Het is, meer is niet altijd beter. Mm-hmm. En dat is denk ik ook het grote probleem wat Boris heeft nu met map design. Vele gedeeltes van de map zijn expres hele grote open vlaktes. Ja. Want de hele map moet 128 man kunnen herbergen. Mm-hmm. En het nadeel daarvan is ook meteen... Linies verdwijnen, die zijn er eigenlijk niet meer. Zeker niet in Conquest, linies verdwijnen. En wanneer jij dus naar een andere ding wil lopen, dat kan niet. Want je moet door een open vlakte. En je bent er gelijk geweest. Ja, precies dat. Dan kom je inderdaad bij het map design. Ja. Je hebt grote maps, maar technisch gezien speelt op die ene grote map, even ervan uitgaan dat een Conquest mode... Ja. 5 capture points heeft. Je zit eigenlijk 5 kleine maps, maar daar heel veel ruimte ertussen. Ja. En dat herbergt uiteindelijk toch niet die 128 spelers, want binnen die kleine stukjes krijgen zo'n tyfus grote chaos, dat tegen de tijd dat jij van A naar B bent gelopen, wat al een goede 2-3 minuten duurt als je met de benen wagen bent, kom je eraan, dan krijg je kogel door je kop, mag je weer opnieuw ergens spannen. Ja. Maar, nee, dat... Weet je wat... Oh. Ja, weet je wat gek is? Ga jij maar, Koos. Jij maar, Boris. Nee, ga jij maar, Koos. Warzone doet dat wel. Ja. Die heeft ook een hele grote map. Maar op elk punt van de map is er wat te doen. Er zijn geen grote, droge, lege vlaktes waar er niks te doen is. En funny enough, hoe jij deze map omschrijft, dat het 5 verschillende maps gewoon aan elkaar geplakt zijn, dat is letterlijk wat Warzone is. Daar verschuilen ze zich ook niet voor. Dat is hun concept. Maar daar zit de ruimte tussen, is opgevuld met gebouwtjes, met bepaalde hele kleine specifieke choke points. Een berg, iets waar je achter kan schuilen op zijn minst. Ja. Het sluit na naadloos op elkaar aan. Ja. Ik bedoel, op elke plek is er wel iets interessants. En dat is er hier gewoon niet. Hier is elke map, zit er gewoon één grote oppervlakte waarin niks te doen is. Nou, en ik kan je vertellen, dit lijkt alsof ze dit hebben gedaan in reactie op kritiek die bijvoorbeeld begon bij Battlefield 1. Want wat je daar had, is dat ze op een gegeven moment gedacht hebben van, nou, we moeten wat meer die linies creëren waar Koos het net over had. En wat je dus kreeg waren maps, die op zich waren die maps heel erg mooi in Battlefield 1. Maar het was meer de bedoeling dat je elkaar een beetje opzocht. Er waren bepaalde wegen of het kwam bijvoorbeeld helemaal samen met een brug waar je dan overheen moest. En dan kreeg je dat je dan met 25 man aan de ene kant en 25 man aan de andere kant aan het vechten was om die brug. En soms maakte het een beetje voor en dan de ander weer en weet ik veel, whatever. Dus dat ging alle kanten op. En aan het eind van de rit was ik 2-3 uur lang non-stop bezig om te vechten om hetzelfde fucking stukje grond of om een brug of weet ik wat. Dat werkte overigens, werkt dat wel in een game mode als Rush waar je hem echt aan het soort van opdrijven bent. Ja, met Conquest. Want met dan Conquest werkt het dus inderdaad niet. Gaat het allemaal door elkaar heen. Nee, en dus misschien hebben ze gedacht van nee, we moeten juist weer terug naar wat Battlefield 4 was. Namelijk inderdaad grote maps waar ook, moet ik wel eerlijk zeggen, daartussen niet zo heel veel gebeurde. Mm-hmm. Maar het hele ding met Battlefield 4 was, je had die vehicles. Dus als jij een tank kon pakken om zo'n stuk te overbruggen, of je had een helikopter om een stuk te overbruggen,
Of het was gewoon fucking vette scenery. Dat kan ook, weet je, op zo'n eiland bijvoorbeeld. Of je had een boot, of weet ik het. Dat loste allemaal het probleem op. En omdat je nu dus moet spawnen in die vehicles, is die dynamiek weg uit die gameplay. Ja. Waardoor je dus inderdaad de keuze hebt van, nou, of ik blijf gewoon de hele tijd kutten rondom zo'n nietszeggend, raar, abstract, betonnen gebouw. Of ik ga eens eventjes een wandeltocht van een kilometer door open terrein maken, wat je geheid niet overleeft. Ja. En dat is, ja, dat zijn de twee keuzes die je hebt. En ik moet zeggen, ze zijn allebei niet leuk. Nou, ik vraag heel veel van de regie, want er is hier één stukje gameplay. Volgens mij heet die breakthrough einde of zo. En dan echt de laatste paar minuten. Hier is het echt eigenlijk wel het soort van meest kwalijke stukje map design wat ik ben tegengekomen in Battlefield. Hm. Breakthrough ben je dus à la rush ben je aan het pushen. Steeds verder aan het pushen. En op het moment dat je twee gebieden veroverd hebt, dan krijg je 150 spawn tickets erbij. Dan ga je door naar het volgende gebied. Tot je uiteindelijk de allerlaatste hebt gecaptured. In die map, volgens mij die map Kaleidoscope, de laatste spawn points, of de laatste capture points, zijn twee wolkenkrabbers naast elkaar. Eén capture point zit op de begane grond. Mm-hmm. En één capture point zit het gebouw ernaast op de bovenste verdieping. Wat je dus krijgt, en je gaat het hier elk moment zien als ik weet te spawnen. Dat wil nog wel eens een probleem zijn, omdat ik op mijn teammates wil spawnen, maar ze in combat zijn. En dat is een beetje lastig. Mm-hmm. Wanneer je dus bij het allerlaatste punt bent, wens ik je heel veel succes om boven te komen. Kijk, oh, nou, heel toevallig. Ik ben de lift aan het roepen. Mm-hmm. Wens ik je heel veel succes om het laatste point te capturen. Je ziet zelfs de chat linksbovenin. Weet je, iedereen is aan het klagen. Je pakt dus die lift. Is eigenlijk je enige manier om boven te komen. Tenzij je in een heli spant. Mm-hmm. En dan kom je naar boven. En daar staat een fucking razzia. Staat daar gewoon te wachten op jou, jongen. Dat is niet normaal. Nou ja, hier. Even kijken. Bovenste verdieping. Ja hoor, daar staan ze weer. En dood. Boom, ja. En ze hebben zes liften om boven te komen. Ze staan allemaal afgedekt met sentry guns en weet ik veel wat. Iedereen staat op je te wachten. Gewoon slecht game. En sorry. We hebben die hele fucking game mode hebben geowned tot aan het laatste punt. We komen daar met 500 spawn tickets. Het lukt je gewoon niet. Nee, en waarom? Ook omdat je gewoon niet even makkelijk een helikopter... Je kunt dan spawnen met een helikopter. Ja, die helikopterspans die waren helemaal vol. Ja. En tegen de tijd dat dat iemand eruit gesprongen is, dan zit de volgende er alweer in. Ja, om er ook weer uit te springen. Want iedereen is er alleen maar aan het uitspringen. Ja. Neem niet weg dat er waarschijnlijk ook op die bovenste verdieping gewoon heel wat gasten staan met van die heat-seeking missiles, ja, om daar wat tegen te doen. Dus... Ja, maar ik heb zoiets van de balans in die game is zo ongelooflijk kapot. Ik had ook niet dat, terwijl ik dit aan het spelen was, van, nou, als ze dit een beetje tweaken of dat een beetje tweaken, dan komt het wel goed. Ja. Nee, ik had echt zoiets van, oké, dit is fundamenteel niet leuk. Ja. En daar verschillen we van mening, man. Ja, ik moet zeggen, van alle kritiekpunten die we hier hebben opgenoemd, die zijn 100% valide. Dat is ook de reden waarom we ze aandragen. Maar toch, ik heb me zo ontzettend vermaakt met deze game ook weer, man. Oh, dat, ja? Misschien is dat ook een beetje omdat je, weet je, heel lang onthouden bent van zo'n Battlefield feeling, om het zo maar te noemen. Die feeling die kennen we denk ik allemaal wel, ook als je thuis Battlefield speelt. En begrijp me niet verkeerd, dit is absoluut niet de beste Battlefield. Wat het wel moet zijn natuurlijk. Dit is de nieuwste, met nog meer ervaring, weet je, onder je riem. Maar het ding is, het is niet de beste Battlefield, zeker ook niet de slechtste. Het is naar mijn mening gewoon een goede Battlefield, waar gewoon helaas heel veel op aan te merken is. Mm-hmm. Ja. Wat ik gewoon niet begrijp, ik noem als voorbeeld even een game die er niks mee te maken heeft. Borderlands 3. Mm-hmm. Oké, het verhaal daar gelaten, maar Borderlands 3 pakte de gehele essentie van deel 2. Ja. Heeft gewoon precies gekeken van, oké, waar kunnen wij quality of life verbeteringen toepassen? Hebben ze gewoon de kern van 2 gepakt. Een paar dingetjes toegevoegd om de ervaring wat soepeler te maken. Wat gestroomlijnder. En dan heb je gewoon een hele goede game. Nogmaals, hè, verhaal daargelaten. Als ze hier gewoon de hele kern van deeltje 4 hadden gepakt. Met het hele progressiesysteem. En gewoon een scorebord. En gewoon dat je je squad kan kiezen. En gewoon een normale serverbrowser. Dan had je heel dat gezeik niet gehad. Dan had je gewoon vrolijk wat classes kunnen toevoegen. Oké, was niet heel tevreden mee geweest. Maar je kan altijd nog, als je met een squad van 4 man zit, kan je altijd nog zelf zeggen van, oké, ik ben de guy die gaat ammo resupplyen. Ik ben de guy die met een RPG gaat rondlopen. Prima, dat kan je op die manier wel omzeilen. Maar dan had je altijd gezeik niet gehad van dat je bepaalde elementen mist die in een game van 8 jaar geleden gewoon wel zat. Ja. Ja, ik heb het idee dat we het heel erg met elkaar eens zijn. Ik denk niet dat er, laat ik zo zeggen, je kunt discussies voeren over bepaalde details of nuances van de game. En het,
Maar het stomme is, wat je met deze game hebt, en het is altijd al zo geweest met de Battlefield-serie, is dat je, het is een beetje alsof je gaat paintballen of als je gaat lasergamen. Dat je, ja. Dan heb je dat gedaan, is adrenaline lachen. En dan sta je daarna met z'n allen een biertje te drinken en dan ga je nog eens een keer vertellen wat er allemaal gebeurt. Van, nou, ja. Daan, weet je nog dat ik, jij stond daar, maar ik sprong in slow motion door de lucht, toen knalde ik je. Nou, dat soort van die helder verhalen. Weet je, dat had deze game altijd een beetje in zich. Weet je, dan speelde je dat een avond. En dan had je zo, weet je, misschien capture je wat. Of je vertelde elkaar, ah man, ik had dit gedaan. En ik had 5 gasten. En die zaten in een jeep en boom. En bladibladibla. En ik heb gewoon bij het spelen van deze game de realisatie gehad van dat soort momenten kun je wel hebben bij deze game. Het is er wel. Maar ik heb dat soort momenten voornamelijk als ik samen speel met mensen. Voornamelijk heb je wel echt samen gespeeld met een vaste groep, met de voice chat? Eén keer. En dat, tuurlijk, dat was leuk. Maar om heel eerlijk te zijn, dude, Warzone is in elk opzicht spectaculairder en leuker. Okay. En dat is mijn probleem met deze game. Dat ik wil niet shit met elkaar vergelijken. Maar ik heb Warzone heel erg lang met Battlefield 4 vergeleken. En ik heb altijd gedacht van ja, op het moment dat je Battlefield 4 neemt en je gaat een soort Battle Royale mode eraan vastplakken, dan heb je de perfecte game. Want ik vond de gunplay van Battlefield 4, vind ik, de beste gunplay die er was. En daar valt ook nog wat over te zeggen trouwens. Nou ja, goed, inderdaad. En dan zie ik dit en denk ik van ja, ik vind de gunplay helemaal niet vet. Ik vind de wapens niet in verhouding staan met hoe belangrijk ze zijn versus hoeveel voldoening ze je geven. Dus die incentive valt al weg. Ja, je kunt absoluut lol hebben door met elkaar samen te spelen. Maar Warzone is ontworpen specifiek voor dat plezier. Ja. Weet je, je ziet gewoon van, hé, man, laten we met z'n allen in een helikopter. Hé, man, laten we met z'n allen in dat gebouw. Laten we naar die plek gaan. Laten we daar spawnen. Laten we dit doen, dat doen. Weet ik veel. En hier, je bent voornamelijk bezig met als een gek rondlopen door open terrein en dus ruzie krijgen over wat gaan we nu doen. Terwijl waar in Warzone, en ik denk dat Fortnite, wat ik niet van het spel, maar ik denk dat ook heeft, waarbij zit het van, ja, vet, laten we dit doen, is het hier, krijgen we hier dus heel veel discussies over, laten we dit doen. Nee, man, want dan moeten we dit. Nee, laten we dat doen. Nee, want het is kut, want dit en dat. En met andere woorden, de incentive zit erin van wat je niet moet doen. En dat is gewoon, het leidt gewoon tot frustratie. Nou, ik vind dat je wel mag vergelijken, Boris. Want iedereen maakt die afweging wanneer die een shooter gaat spelen. Ik denk dat we dat in ons shooter item ook wel goed benoemd hebben. Je kan niet alle shooters spelen. Je zult je uiteindelijk maar focussen op 1 of 2. Mm-hmm. Dus ik vind het heel terecht dat je die afweging maakt. Ik moet zeggen, er is voor mij één grote reddingsboei voor deze hele game die het toch weer helemaal perfect, nou, perfect niet, wil ik niet zeggen, goed kan maken. Mm-hmm. En dat is voor mij toch wel Battlefield Portal. Mm-hmm. Battlefield Portal is toch voor mij wel echt geniaal hoe ze dat gedaan hebben. Kun je even uitleggen wat het is? Hier zie je overigens ook weer Battlefield Portal. Ja, hier speel jij de Bad Company 2 versie ervan, geloof ik. Als ik het zo zie. Of een Battlefield 3 map, een van de twee. Ja, dit is Bad Company 2. Maar, hoe heet het? Ik kan gewoon Battlefield 3 Conquest. Is dat wat je vet vindt? Ga maar spelen. Hier speel je Battlefield 3 met een soort van halve next-gen graphics. Het zijn niet de echte next-gen graphics, maar het ziet er wel echt vele malen beter uit. Ook weer hetzelfde, hè? Op PC heel mooi, op console echt goed lelijk. Ja, maar je hebt gewoon de guns van Battlefield 3. Je hebt de progression van Battlefield 3. Je hebt de maps van Battlefield 3. Weet je wel, je hebt een aantal spelers kan je instellen. Je kan het sowieso helemaal naar eigen wens instellen. Dat is fantastisch, man. Sterker nog, als jij de maps van Battlefield 3 wil hebben en de squad systeem van Battlefield 1942 of wat dan ook, dan kan je dat ook mixen en matchen. Hey, en even een soort van advocaat van de duivel. Waarom ga je niet gewoon Battlefield 3 spelen? Omdat dit natuurlijk gewoon 4K te spelen is en mooiere graphics heeft. Er zit een nieuwe playerbase achter. Maar het allervetste, Boris, is gewoon de Battlefield Portal. Heeft gewoon in de browser, kan je eigen portal kan je opzetten. Met echt zo insane gedetailleerde dingetjes kan je invoeren. Qua condities waaraan mensen moeten voldoen, wil je dit gaan spelen. Dat gaat echt voor een huge community zorgen. Ik denk echt dat we over 3-4 maanden heeft bijna niemand het meer over Conquest of Territories of Hazard Zone.
Ik denk dat iedereen alleen nog maar Battlefield Portal gaat spelen. En Battlefield Portal ligt ook het meest voor de hand om dikke uitbreidingen continu vooruit uit te brengen. Ja. Hier zie je trouwens, als je die QR-code scant, dan kan jij inderdaad je eigen portal beelden. Als het ware, met je eigen regels. Wat ik zei, je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen. Een van mijn grote problemen inderdaad met het squad systeem in 2042. Dan zeg je, nou ja, fuck dat. Dan pak je dat systeem van Battlefield 3 en dan pak je de maps van 2042. Of andersom, als jij dat leuker vindt. Dus op die manier valt er echt al veel vette shit te maken. En ik moet ook zeggen, de maps zijn kleiner en daardoor is de actie ook wat vetter. Omdat ik minder gefrustreerd ben dat ik 3 kilometer aan het lopen ben en dan neergeschoten word. Dus ja, ik heb zeker ook veel plezier gehad met Battlefield Portal. Ik vind het grappig dat jullie het leuk vinden. Ik vond het echt een vreselijke gimmick. En ik had echt zoiets van, ja, weet je, ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld Battlefield 1942. Dat was echt mijn soort van de allereerste keer dat ik zo'n game speelde. En ja, weet je, ik hoef dat niet per se. Ik hoef niet weer terug naar die tijd. Weet je, dat is altijd een beetje het probleem wat ik heb met die remastered of reissues en weet ik veel wat ze uitbrengen. Ja, wij spelen dat nog steeds op vandaag de dag. Vandaar dat het zo'n ding is. En het meest funny is ook, ik heb dit altijd gespeeld met vrienden van mij. Weet je wel, Battlefield 3, Battlefield 4. Elke week namen we onze tv's en consoles mee bij een vriend thuis. Die zetten we daar neer. En toevallig, we hebben ook een appgroep weer opgericht. The Band Back Together. We gaan Battlefield weer spelen. En echt letterlijk, en dit is geen joke, een van de eerste dingen die een van mijn vrienden zegt, want we hebben allemaal een PlayStation 5 en daar spelen we het ook op. Een van de eerste dingen die hij zegt, ik ga de PlayStation 4 versie downloaden. Want je kan kiezen altijd, hè, of je de PlayStation 5 versie wil of de PlayStation 4 versie wil. Mm. Hij zegt, ik ga de PlayStation 4 versie downloaden, want daar kan ik tenminste gewoon met 64 man deze game spelen. Ja, ja. En dan kloppen de maps beter. Ja. Ja. Nou, dat gevoel inderdaad. En dat heb ik wel, als je naar die consoleversie kijkt, het spijt me, maar die graphics zijn gewoon echt lelijk. En beter speel je de originele versies. Maar goed, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het persoonlijk is. Het hangt inderdaad, wat Koos zegt, het hangt af van de mensen met wie je speelt. Ja. Ik heb gewoon... Maar dat is gewoon, het is ook kut, weet je. Daarom had ik ook echt zoiets van, ik wil graag deze game. Ik was heel benieuwd naar die game, maar ik had niet heel veel zin in de review. Omdat ik zoiets heb van, ja, de kans dat het gaat teleurstellen is in mijn geval, weet ik veel, 98% of zo. Omdat ik ben zo gevormd door Battlefield 4 in eigenlijk alle Battlefield games. Maar Battlefield 4 en 1942 en, ja. en 43. Ik heb die shit helemaal kapot gespeeld. En ik... Ja, weet je, ik ben gewoon bang dat ik niet meer... Ik kan niet meer terug in de tijd, weet je. Ik kan niet meer een soort van Warzone vergeten en dan dit tof gaan vinden, weet je. Ik bedoel, bijna alles wat er gebeurt in deze game is al beter gedaan in andere games. En dat, ja, dat is de context waarbinnen je dit als shooterfan vandaag de dag speelt. En dat is een context van teleurstelling. En ik kon me daar niet los van maken. Ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat is vooral omdat je alles terugrefereert naar 4. Ja, wat kut is. En sorry voor iedereen die dit kijkt. Die zoiets zei van, ja, maar ik wil dat gelul allemaal niet horen. En want ja, het is zo inderdaad zo. Ergens, ik voel precies hetzelfde. Dat neemt voor mij niet weg dat ik nog wel steeds genoeg lol heb kunnen hebben. En wat jij zegt van, ik heb geen momenten gehad van dat je bij wijze van spreken achteraf nog met een biertje staat. Zo van, holy shit, weet je nog dit en dat? Ik bijvoorbeeld één moment dat ik met Koos heb gehad en dan met twee anderen nog erbij. Van, ze waren aan het schieten in de richting van die vervallen boot. Van een schip. En er liep één zipline naartoe. Ik zeg, oké, dek me. Ik pak die zipline en ik tak. En terwijl zij mijn rug hadden. Dat was een van die only in Battlefield momenten was dat wel voor mij. Dus er zijn zeker van dat soort momenten. Maar ik heb juist het gevoel dat ze daar heel erg op proberen te... soort van dat daar de ervaring van afhangt. En eerlijk is eerlijk. Ja, grappig, in hun marketing doen momenten, ze dit de hele tijd. Hè? Ja, daarom. Maar dat soort momenten ga je niet de hele tijd beleven. Dus als jij vervolgens wilt van... Oh, oké, ik spring uit een F-16 en dan schiet ik met een RPG... schiet ik mijn achterligger voor zijn bakkers... en dan spring ik weer in mijn F-16 en vlieg ik weer vrolijk verder... Ja, dat gaat je als een normale sterveling gaat dat je niet lukt. Ja, maar je kan ook in Battlefield 4 niet zomaar een rendezvous doen, weet je? Want zo heet die move die je beschrijft. Het leuke is van het only in Battlefield idee
is dat het een voortkomt uit de vrijheid die je hebt in die game. Ja. En in deze game heb je gewoon minder vrijheid. Dus minder only in Battlefield momenten. Ja. Dat is het ironische van dat ze dat wel als slogan gebruiken, maar dat het in de praktijk soort van er bijna niet is. Terwijl als je kijkt, stel je tot op de dag van vandaag, als je op YouTube gaat zoeken naar Battlefield 4 Greatest Moments of iets dergelijks, weet ik veel, dan vind je echt de meest insane, krankzinnige shit. Ja. Zelfs in Battlefield 1942 vind je nog dat soort shit. En toen was het voor het eerst dat je mensen gingen, weet ik veel, C4 in jeeps plaatsen en weet ik veel, nog rare shit mee doen. Mm-hmm. Dat was leuk. Maar nu, of in Battlefield 4 had dat gewoon hoogtepunt. En nu is het gewoon minder geworden. Nu zit iedereen in een hovercraft, iedereen neer het knallen. Maar minder is niet slecht. En dat moet wel echt gezegd worden. Minder is niet slecht. Want ik heb echt een hele leuke avond gehad toen wij samen speelden, Daan. En ik heb ook echt nog vele, vele potjes veel plezier gehad. We moeten ook even hebben over, ik denk, de minst populaire mode. En de mode die, denk ik, niet een heel lang leven zal hebben, denk ik, in deze game. Hazard mode heet het volgens mij. Hazard Zone. En Hazard Zone. Je kan het best vergelijken met Hunt Showdown. Misschien een beetje Escape from Tarkov, maar meer Hunt Showdown. Je gaat met de squad, duik je de map in. Wanneer je in de map bent, moet je een aantal objectives moet je gaan vinden. Ja, je moet van die data drives moet je vinden. Hier zie je trouwens links onderin. Je ziet bij één persoon zie je twee data drives. En bij een andere persoon, die heeft er ook één. Dus wij hebben er drie als team gevonden. En hier zijn we eigenlijk al onderweg naar het extraction point. Of tenminste, we zijn een beetje tijd aan het rekken. Terwijl ondertussen de Woke Tornado voorbij komt. Ja. Wat vond je daar trouwens van? Ja, nou, ik had de Woke Tornado natuurlijk in de trailers voorbij zien komen. Inclusief de zorgen die men zich maakte over dat we een of andere woke onzin game zouden krijgen. Mm-hmm. En er zit alleen jij, Boris. Nee, maar dat was wel een discussie online, weet je. En het is natuurlijk EA, dus we hebben die shit al gezien in de afgelopen Battlefield. Battlefield 5 was echt vreselijk wat daar gebeurde, weet je. Inderdaad, het was echt heel erg. Nou, gelukkig hebben we niet... omdat dit natuurlijk ook geen historische game. Ik bedoel, dat was echt een soort van geschiedvervalsing wat er gebeurde. Weet je, dat een of andere missie die gedaan was door Noorse Special Forces opeens gedaan werd door een soort lesbische, paarsharige commando's. Weet je, dus dat was weird. Maar nu heb ik zoiets van, ja, oké, er zit niet dat soort geschiedsvervalsing in. Maar ja, de Woke Tornado is er wel. En het voelt allemaal heel erg... climate change en weet je hoe het voor mij voelt? Ik hoop bijna niet voor. Maar dan, ik was nog niet klaar over Hazard Zone, man. Nee, zeker. Want inderdaad, niet. Hazard Zone. Hazard Zone, inderdaad. Je zag het al, Daan, ze hebben een aantal drives. Spelers kunnen van elkaar drives afpakken natuurlijk. Als je dood bent, ben je dood. Tenzij iemand nog een uplink weet te fixen of wat dan ook. Ja. Hoeveel drives je hebt en of je weet extracten... dat bepaalt hoeveel punten jij krijgt. En die punten, dat zijn een soort currency. En iedere ronde kan je van tevoren gewoon je loadout kan je dan kopen. En hoe meer geld je hebt, hoe vettere shit je kan kopen. En dan kan je dus ook een soort van uplink revives kan je kopen. De extraction is bijzonder chaotisch, want iedereen gaat daar natuurlijk toe. Je ziet het hier straks live gebeuren. Ja, en je kan het leuk vinden of niet. Als je extract zonder drives, is het nog steeds mission accomplished. Alleen het probleem gaat zich eigenlijk pas daarna plaatsvinden. Want je kan natuurlijk dominant zijn in het eerste potje, waarin iedereen gelijk is. Maar als jij dominant bent in het eerste potje, dan heb je ook meer punten voor het tweede potje. Waardoor je nog dominanter bent. En voor het derde potje, waardoor je nog dominanter Kijk, bent. Kijk, daar gaan ze. Hoezo ben je dominant? Omdat je meer wapens krijgt. Omdat je meer shit scoort. Kan kopen. Ja. Ja, daarom. Je hebt meer, ja. En ja. Je speelt ook letterlijk een extra slot vrij voor een tactical upgrade. Dus dat voordeel heb je ook nog eens. Het idee is natuurlijk wel dat iedereen meer soort van mogelijkheid geld heeft voor upgrades. Voor zelfs als je niet een potje leeft uitkomt. Weet je, ja. Als je niet een potje leeft uitkomt, kun je alsnog, als je een beetje kills maakt, wel een paar honderd punten scoren. Ja. Hier had ze gewoon gelukt. Vlak 1 seconde voordat we werden doodgeschoten. Hé, daar heb je de Woke Tornado meer. Ja. Maar dus ja, ik in teamverband, want dit is letterlijk alleen speelbaar in teamverband. Anders heb je er echt niks te zoeken. Als je niet met elkaar communiceert, dan kun je het beter, dan kun je het net zo goed maar skippen. Maar dat kan ook niet, want er zit geen voice chat in. Dus nee, je kan daarom. Het niet meer random spelen. Nee. Ja, nee, ik heb gewoon gechat naar iemand gezegd, yo, GG man, goeie pot. Hij bleef bij ons hangen, niks van al. Maar dan heb je daar inderdaad niks te zoeken. Maar terugkomend dan weer op de Woke Tornado, Levolution in Battlefield 2042. Ik
had van tevoren, ja, ik wist niet wat ik moest verwachten. Dus ik dacht van, oh, die tornado, weet je, die zien we op één map. En dat schip wat de zijkant uitvalt, dat zien we bij die discarded map, waar we dan toevallig net wonnen. Hier heb je dan de zandstorm. Maar uiteindelijk is het die tornado's hier bijna op elke map voorbij komen. Ja, als het niet een tornado is, dan is het wel een zandstorm. En eerlijk is eerlijk, ik vond het geen woke tornado. Ik heb gewoon nog steeds bij die shit zoiets van... Oké, weet je, ze hebben Battlefield 4. Hoe gaan we dat nou spectaculairder maken met de technische mogelijkheden die we nu hebben? Oké, fuck it, we laten een tornado rondrazen die zowel in je nadeel als in je voordeel kan werken. En in sommige gevallen zorgt dat voor leuke gameplay. Want ja, hè, omhoog geslingerd worden en dan ineens op een gebouw kunnen landen met je parachute die je anders niet had kunnen, wat je anders niet had kunnen redden. Kan een voordeel opleveren. Dus ik heb zeker... Ik heb me ook niet eraan gestoord. Ik vond het wel... Nee, het is gelukkig ook niet elk potje. Het is ook zeker niet elk potje. Maar kijk naar dat level. Het is toch duidelijk dat dit dorpje door climate change... onder het zand is komen te liggen. Of ja, maar, is climate change al automatisch woke? Ja, zeker. Is dit het pushen van een politieke agenda? Wat is dit climate change, jongens? Je ziet toch dat climate change... Want, wat zandstormen dat zijn... Een zandstorm in de Qatar. Dude, we hebben niet meer gewoon zandstormen. Dat heb je niet meer. Dat was vroeger was dat zo. Nu is dat climate change. Oké. Hey, de wapens. Heb jij al specifieke wapens gevonden waarmee je wil spelen? Nee, en ik vond... wat ik zei, weet je. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik een band heb met de wapens waar ik mee speel. Mm-hmm. Wat gewoon onontbeerlijk is bij een shooter. Je moet een band hebben met je wapen. Ja. M416, hey! Ja. G36C, hey! Nou ja, goed, dat soort shit. Maar ja, nee, ik heb dat hier, het is me niet gebeurd. Misschien heb ik er ook niet genoeg. Nee, ik vind die LMG lekker spelen. En die AK-24 vind ik lekker spelen. Maar wat ik zei, wapens, ja, het zijn er gewoon niet zoveel. Nee. Ook al. Weet je, dat wordt natuurlijk meer naarmate de DLC komt, dan weet ik van wat. Maar je hebt zo'n schatkist aan wapens in Portal. Weet je, pluk van elke generatie, pluk gewoon twee wapens er vandaan en flikker ze erbij, man. Wat maakt nou uit? En dan ga je dus Portal spelen, ja. Ja, deze game is gewoon te vroeg uitgebracht. Dat is nu wel duidelijk. Maar één toevoeging die ik wel echt heel sick vond, in ieder geval, is dat plusmenu. Waarmee je gewoon on the fly je wapens scope, kan aanpassen. Je demper, je grip, je magazine. Kan je on the fly aanpassen. Je hebt waarom is dat tof? Waarom is dat tof? Nou, omdat je dat nu heb je dus en die open vlakte heb je natuurlijk en je hebt close quarters en je hebt allerlei verschillende situaties. Ja. En je kan gewoon, oké, gaan we nu een open vlakte in? Oké, ik zet de 3.0 scope op en weet je wel en toch iets meer handling erop zetten en dan ben ik goed voor deze situatie. Ja. Ga je indoors, plap, zet je wat andere dingetjes erop, haal je de weighted barrel eraf en shit. Dus je kan heel snel schakelen voor verschillende situaties. En dat vind ik wel nice. Het werkt ook heel intuïtief. En dat is ook precies wat ik bedoelde met die quality of life improvements die je wilt hebben. Dit is zo'n ding die ervaring gestroomlijnder maakt. Ik vind het helemaal... Ten eerste is het niet nieuw, want het zit er echt al sinds jaar en dag zit dat erin. Behalve dat je scopes niet... Je kan niet on the fly je wapens aanpassen. Wel. Je moet eerst doodgaan, dan moet je... Je kon wel eens degelijk een silencer erop zetten en dat soort dingen. Dat maar dan moet je doodgaan. Nee hoor, niet in silencers kon je wel erop zetten, volgens mij. Maar goed, oké, misschien zit ik wel naast. Maar anyways, ik vind nog steeds dat je dat niet on the fly moet kunnen doen. Want hoe tof is het dat je gewoon een bepaalde keuze maakt en daarbij blijft. Uh-huh. En dat heb ik met, eigenlijk met de meeste andere shooters. Als je wapen niet goed is voor de situatie waarin je in verkeert, zorg dat je een ander wapen krijgt. En in plaats van dat je dit wapen gewoon soort van scopes erop zet en andere shit, weet je. Dat, ja. Ik was niet echt onder de indruk daarvan. Ik vond het ook niet heel goed werk. In essentie blijft een midrange wapen nog steeds een midrange wapen. Alleen is het bijvoorbeeld handig als je in een gebouwtje inloopt, dat je even zegt, oké, ik haal mijn scope eraf, want dan heb ik wat meer zicht op de zaak. Ja. Dus het zijn, en je kan er wel degelijk echt gewoon de feeling van je wapen goed mee aanpassen. Dus ik vond dat dan weer, ten opzichte van juist de vrijheid die je in het hele operator systeem heb, vond ik dat dan weer wel goed werk. Ja, ik weet niet. Boris, maar het is een smaakding. Ja, het is een smaak. Ja. Ik vind het juist namelijk bijvoorbeeld bij Warzone, daar ga ik weer. Maar wat ik daar leuk vind, als je dan bijvoorbeeld in de laatste fase van een match zit, dan heb je gewoon bepaalde wapens niet meer nodig. Dan heb je niet zo van een sniper rifle bijvoorbeeld. Maar als je de hele map die sniper rifle hebt gehad, ja, weet je, gooi hem weg, pak iets anders, whatever, weet je. Terwijl
ja, zo hoort het. Je moet de match kunnen lezen en je aanpassen aan omstandigheden. En dit... Boris, ja. Ik draai bij, man. Ik zit nu aan te denken. Je hebt fucking gelijk, man. Gewoon, dat is precies ook wat Daan eigenlijk zei, Daan. Want dit is een verlengde daarvan. Het maakt niet uit welke operator, want je kan elke wapen... Je maakt niet uit welke klas, want iedereen kan elke klas spelen. Het maakt niet uit welk wapen, want je kan elke fucking attachment ieder moment veranderen. Je keuzes hebben geen consequenties. Boris, sorry, je hebt gelijk. Nou, maar je moet wel... Je kan max 3 attachments kiezen per ja, maar 3 attachments, dat zijn eigenlijk 3 wapens, hè? Nee, zo moet je het zien. Nee, 3 scopes, 3 magazines, 3 barrels. Ja. Dat kan je kiezen, ja. Nou, ik gebruik eigenlijk mijn vaste setup en af en toe sloop ik er een site af of doe ik er eentje bij. Maar ik snap dat je het zo speelt, ja. Maar het gaat mij er meer om. Ik snap wel je punt dat je zegt van oké, commit bij een wapen en lees die partij. En op het moment dat er iemand doodgaat en je ziet dat hij een SMG dropt en je denkt dat je dat op dat moment nodig hebt, pak dat dan. Ja, ja. Nee, maar ik ook, kan erin vinden. Maar ook omdat het je een band geeft. Als jij een weet ik veel, een match wint, of weet ik veel, je wordt eerste, whatever, wat voor game je ook speelt. En je doet dat met een bepaalde speelstijl, met een bepaald wapen wat erbij hoort, dan heb je een skill ontwikkeld. Ja. Op het moment dat je als een gek zit te switchen tussen verschillende scopes en dingen en weet ik veel wat, weet je. Ik bedoel, het is net alsof je het ene moment een soort van een WK-finale voetbal speelt en dan opeens weer in een hockeyfinale staat en dan opeens weer aan het handballen bent. Weet je, het zijn veranderende omstandigheden waar je dan steeds weer de nieuwe tools bij past. Nee man, specialiseer je in één ding en zorg dat je goed bent. En dat stelt namelijk ook je hele team stel je daarop samen, weet je. Je moet een sniper hebben in een team, weet je. Je moet misschien wel iemand hebben die gewoon goede suppressive cover kan geven in een team. Hey, en dan heb je een goed team. Ja. En ja, weet je, dat heb je toch met Warzone ook, weet je. Als je dat met 4 man speelt, bijvoorbeeld, dan zorg je toch ook dat je niet allemaal exact... Iemand moet toch, weet ik veel, wat flash grenades hebben, of juist een sniper rifle, weet ik veel wat. Iemand moet toch iets, je moet toch alles kunnen doen. Ja. Nou, dat is teamplay, dat zit je gewoon, ja, ik weet niet op die manier in. Ik een beetje wel, maar niet op die manier. Ik voel het balanceren daarvan meer in die klasse... In de wapens. Ja, weet je, misschien meer omdat ik het zelf niet heel erg doe. Weet je, ik heb mijn vaste setupje waar ik naar aanpas aan het begin van de wedstrijd. En dan daar hou ik het meestal wel bij. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat de balans in de wapens dan ook een beetje zoek is. Dat je eigenlijk alles in één hebt. Nou, wat je zo meteen gaat krijgen is dat je een soort van, weet ik wel, populaire Twitchers die dit gaan spelen. Die gaan als een gek switchen tussen alle verschillende scopes en weet ik van, onafhankelijk van de situatie. En dat is leuk, maar wanneer ben je nou echt stoer als jij, weet ik veel, met een sniper rifle een winnetje pakt in Warzone, bij wijze van spreken, weet je? Gewoon omdat dat zijn de tools die je hebt op dat ogenblik. Ja. Maar zorgt het er nou ook niet voor dat je bepaalde echt volledig meta-setups krijgt van oké, in Battlefield 4 was dat op een gegeven moment die shotgun met die slug waar echt de hele fucking wereld mee rondliep. Ja, tuurlijk, maar dat is een ander probleem. Dat was gewoon de balans van de wapens. Maar Battlefield heeft heel duidelijk, Warzone heeft heel duidelijk die supply drops die je hebt, zijn de momenten waarop eigenlijk, weet je, dan is de map kleiner geworden, dan is het gif gekomen, dan heb je een supply drop, dat kun je dus aanpassen aan die spelsituatie. Mm-hmm. Het heeft een voordeel dat je kunt aanpassen, het heeft een nadeel dat als je naar die drops toe loopt, dat je dan hoogstwaarschijnlijk gekild wordt, omdat je vijanden tegen gaat komen. Nou, en in deze game heb je dat dus allemaal niet, want je draagt alles de hele tijd bij je. Ja. En dat, ja, sorry, ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat het potentieel gameplay plezier wegneemt. Ja. Ander dingetje wat betreft de wapens. Ik weet niet of jullie dat gevoeld hebben. Kennen jullie het concept random bullet deviation? Ik snap wat je bedoelt. Ja. Dat er een willekeurige spread is van kogels in plaats van... Battlefield 1 had het. En Battlefield 4 had nog heel erg dat je zag dat kogels waren kogels op zich. Ja. En ik weet niet of het een gevoelsdingetje was, maar ik heb met Portal zelfs het gevoel gehad dat ik bullet drop zag. Ja. En in Battlefield 2042 heb ik dat niet gezien. Zag ik als ik vooruit richtte en een beetje begon te lopen, dat de ene kogel ging daarheen, daarheen, daarheen. Maar op de een of andere manier was een soort van Lucky Luke-achtige actie, dat elke kogel ging om de poppetjes heen en wisten ze allemaal net niet te raken. Ja, maar ik vind het fascinerend, want ik zat erover na te denken namelijk. Hoe komt het dat die game zo kut aanvoelt? Dat het schieten zo kut aanvoelt? En het is namelijk, stel je voor dat jij FIFA speelt. Weet je? En in het echte leven, nou, ik weet, je bent een begenadigd voetballer, Daan, maar je bent niet
Messi of zo, weet je? Nou, dat, vind ik, dat kan je niet zeggen in 2021. Maar stel je voor... Dat wij doen ook niet meer bij onze voetbalclub, doen we niet meer een scorebord. Nee, dat moet weg. Nee, dat is niet inclusief. Maar om je, als jij FIFA speelt, dan heb je ook niet een random voetbalschot op doel deviation, weet je? Je doet als gamemaker de aanname dat als jij speelt met Messi, jezelf Messi voelt, dat die bal hoogstwaarschijnlijk tenminste op het doel geschoten wordt als je schiet binnen de 16 meter. Ik zeg maar. En je laat je balkje op een bepaalde manier vollopen in je richt specifiek. Precies. Ja. Dan ga je, dan heb je niet opeens een schot wat 10 kilometer overgaat. Nou, hetzelfde is hier, weet je. Jij bent een operator. Je bent een special forces guy. En je hebt al, weet ik veel, je hebt al wat meegemaakt. Je weet in ieder geval hoe een wapen werkt. Ja. Ik weet niet, man. Als je, ik ging vroeger wel eens naar zo'n weet ik veel, zo'n landmachtdag. Dan had je allemaal van die dingen. En dan stonden de militairen. En dat waren echt geen soort van crack commando's. Maar dat waren gewoon gasten die al, weet ik veel, die hadden hun dienstplicht erop zitten. En die gingen dan uitleggen hoe een wapen werkte. Nou, dan had je ook op een gegeven moment zo'n shooting range. En dan gingen ze laten zien. En mocht je zelf niet eens ermee schieten. Maar dan gingen ze laten zien. En dan schoten ze vanuit een heup. Schoten ze gewoon raak op 30 meter. Weet je? Nou, dat vond ik best wel indrukwekkend. En dat is wat je verwacht. Wat je niet verwacht, is dat je als een mogol en dat die kogels alle kanten op vliegen. Sterker nog, dat als jij je wapen recht vooruit houdt, dat je letterlijk de eerste kogel zie je zo je loop uitkomen. Maar dan ben je, sorry, maar dat is niet realistisch. Nee. Dat is kunstmatige domheid. En dat is dat, weet je, je bent gewoon special forces hier. Je verwacht niet dat je kogels alle kanten op vliegen. Sterker nog, dat is in de realiteit is dat alleen amateurs doen dat, weet je. Ik bedoel, als jij gewoon basic weapon trading hebt gehad in een of andere, weet ik veel, je hebt in dienst gezeten of wat dan ook, weet je. Nou, dan kun je wel met wapens omgaan. Je verwacht dat deze gasten met wapens omgaan. Je verwacht niet dat ze als een gek aan het sprayen zijn. Niemand doet dat, weet je. Nee, en daarom vind ik het zo grappig dat het gevoelsmatig in Battlefield Portal dus niet het geval is. Ja. Misschien is het omdat het door een externe studio is gemaakt in 1,5 jaar tijd. Applaus trouwens. Maar dat gewoon, ja, dat was een van, nee, de, van gewoon, de kernaspecten van Battlefield 4. Ze hebben het gewoon gelaten. Het was al goed. Ze hebben het gewoon niet kapot gemaakt. Nee, inderdaad. Ze hebben het gelaten zoals het hoort eigenlijk. Ja. En hier hebben ze het gelaten zoals dat vanaf Battlefield 1 het geval was. Ja. Terwijl het allersterkste van Battlefield 4, naast het hele squad gevoel wat je had, was wat mij betreft dat de gunplay voelde fucking hardcore. Want ja, die bullets die werden niet random ergens heen gespreid. En als jij gewoon iemand op afstand wist te raken, was dat gewoon omdat je die recoil gewoon goed onder controle had. Niet omdat een kogel een random kant op ging. Ja, precies. Daarom zeg ik, Portal is de reddingsboei. Portal gaat ervoor zorgen dat er een hele grote community gaat ontstaan. Portal is de sandbox die we willen. Dus ik denk dat Portal het meest succesvolle gedeelte van deze hele game gaat zijn. Nou, ik mag hopen dat de ontwikkelaars wat lering kunnen trekken uit dat wat er in Battlefield Portal wel gewoon vrij klassiek is gelaten. Weet je, ik zeg niet van, ook al zie ik dat graag gebeuren, van gooi dat squad systeem weer helemaal op de schop. Gaat niet gebeuren, 100% niet. Maar weet in ieder geval wel bepaalde dingen die jij terug moet trekken naar dat wat het was. In plaats van heel geforceerd iets nieuws proberen te maken. En misschien is dat hele bullet gebeuren een van de kwalijkste dingen die ik veel voorbij zie komen. Dat echt veranderd moet worden. Maar ik weet niet in hoeverre dat te doen is überhaupt. Het zal vast wel makkelijk aan te passen. Ik weet het niet. Misschien moeten we hier de review soort van... Een einde ik wil wel... We zijn al 1,5 uur bezig of zo. Hè? Ja, okay. Nee, ik wil sowieso afsluiten op een positieve noot. Ik heb ondanks al het gezeur wat je hier hebt gehoord nog steeds heel veel leuke momenten gehad. En ik heb al zeker ruim 20 uur met heel veel plezier gespeeld. Okay, ondanks al het gezeik. Ik mag hem afsluiten. Ik wil alleen even te snel tussendoor. Voor mij is dit niet de game die me van Warzone weghaalt. Ik speelde geen Warzone meer. Dus... Ik snap het wat Boris zegt, want dat is heel erg een smaakding. En de argumenten die hij aanhaalt zijn zeer legitiem. Ik sluit me alleen wel echt aan bij Daan. Ik heb echt hele vette avonden al beleefd in deze game. Het brengt voor mij op sommige momenten echt het oude Battlefield gevoel toch wel weer terug. Het is niet de beste, zoals ik al zei. Het is gewoon een goede Battlefield game. En ik ga hier nog zeker mee aan de slag. En ik hoop in ieder geval dat ze... meer guns erin gaan zetten, want dat is ook wel echt een probleem. Voice chat en een scoreboard, come on man. Top.